De bevrijders Armando Marquez en Joe Catini keken zondag toe hoe meer dan 700 lopers meededen aan de Liberty Loop bij het kasteel in Geldrop. 5, 4, 3, 2, 1, oké. De deelnemers liepen tijdens het evenement geen kilometers, maar miles. En stuk voor stuk waren de afstanden vernoemd naar de bevrijders. De deelnemers liepen langs plekken die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog en werden bij de finish opgevangen door de twee veteranen, Marquez en Catini. Het is overigens de laatste keer geweest dat zij aan de finish stonden. Gezien hun drukke programma in Nederland wordt het te intensief om alle deelnemers te ontvangen.